Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben weer vandaag weer met RuneScape en Dragon Slayer. Vorige aflevering ben ik hier gebleven en zoals je kunt zien hebben we al 30 mining en ik ben nu bezig om mijn cooking naar level 30 te halen. En ik heb zo te zien een RuneScape Anniversary cake gekregen en dat heeft ermee te maken dat volgens mij RuneScape 18 jaar is geworden, dus dat is al behoorlijk wat. Maar in de tussentijd ga ik gewoon eventjes gelijk door met vissen. Want dan krijgen we onze fishing level ook een beetje omhoog. En dan kunnen we in de tussentijd ook mooi even daarmee cooking trainen. Dan hoeven we er maar 6000 XP voor te halen. Dus dat valt op zich gewoon wel mee. Met de dubbel XP weekend heb ik het ook nog wel eventjes een beetje geoefend. Een beetje getraind en alles. Gewoon een beetje heel tijd heen en weer wezen lopen. En als je dan in de bank gaat kijken van hoeveel ik er al heb. Valt wel mee, maar ja. Is wel nodig eigenlijk als we deze quest willen gaan doen. Nou ja, in de tussentijd vang ik gewoon heel veel van die sardientjes en van die haringjes. Zo. Goeie wagen. Nee, het is het is al 1 uur in de middag. Maar ja. En als ik die quest dan weer heb gehaald. Nou, zoals je kunt zien heb ik al 37 prayer, dus ik hoef eigenlijk alleen maar mijn combat en de constitution nog omhoog te halen. En dan hopelijk binnenkort kunnen we dan eindelijk die Dragon Slayer quest gewoon halen. Ik weet niet hoe ik dat allemaal ga doen. Misschien in één hele lange aflevering of in meerdere afleveringen. Ik weet nog niet hoe ik dat moet doen. Dus ja. In ieder geval, mijn fishing shit is weer helemaal vol. Dus ik kan even weer in de tussentijd eventjes weer hier naartoe lopen. Die zit namelijk zo'n cooking range, dus dan kun je beter net zo goed daar gaan koken. Even zien, open de deur maar. Cook at range. Hoppakee, we gaan mee. Nee, maar soms krijg ik het nog wel eens dat dingetjes worden verbrand. Maar ja, dat is nou eenmaal zo, totdat je een hoog cooking level hebt. En dan gefeliciteerd! Jeeuwig! Waarom ben ik zo aan het gapen? Geen idee. Oh my god. Dat gaat dan opeens hard. Maar gelukkig kun je cooking best wel snel trainen. Dus dat scheelt best wel veel. Oké, dan gelijk even de haringjes. En wanneer ik een hogere fishing level heb, moet ik nog even gaan kijken wanneer ik weer nieuwe vis kan vangen. Ga ik nu wel even kijken voor zekerheid. Zien, level 20. Fly fishing rod. Trout, fly fishing. Dat kunnen we dan de volgende level mooi doen. Niet veel te met dat. Of ja, moeten we dan met bait nog gaan gebruiken? I don't know. We zien het vanzelf al. Nou ja, zoals je ziet, loop ik dan gewoon helemaal weer hier naartoe, naar die bank. Ook wel een beetje apart. De kerst is al voorbij, maar overal staat alles voor kerst nog. Oké, je doet ook gewoon alles gelijk in. Oh ja, behalve die burn shit, daar niks voor nodig. Wat zijn die andere visjes dan? Oh, hier. Lol. Hoppakee, en weer door. Volgens mij kun je hier ook fly fishen. Dat is op zich best wel handig. Moeten we maar even kijken. Of dan gewoon een hele hoop vis gaan vangen in één keer en alles een beetje cooking gebruiken. Dat ik er gewoon nu om en om doe. Zoals nu. Oké. Bait.
Oké. Maar ik zie ook bij Drenor Village, bij de bank daar, daar vissen ook altijd mensen. Of ik weet niet precies of dat nou fly fishing is of. Nee, ik weet eigenlijk niet wat daar precies wordt gevist. Zal ik even op gaan zoeken? Waarom niet? Drenor Village fishing spot. Nee. Die. Nodig. Hey, level 20. Oké, dan gaan we gelijk even. Dat zal ik even regelen. Wheatfield, fishing spot. Oké, dan kun je ook gewoon vissen met fly fishing. Of hoe doe je dat precies met die? Fly fishing rod. Use feathers as bait. Oké. Zelf deze fishing bait niet meer te gebruiken. Ja, ik had toch gewoon iets van 1000 gekocht. Ik denk van dat zal wel goed zijn. Kook ook gelijk dit nog even. Hoppa, er valt 25 cookie in. Oké, nou 5 levels. Maar kan ik dan ook al trout bakken of nog niet? Oh ja, die kan ik al wel bakken. Vanaf level 15. Top. Oh, hebben ze nu weer dicht gegooid. Ja. Ja, ik ben een beetje verkouden. Dus ja, soms heb je dat. Gelukkig is hier ook een fishing gebeuren dichtbij, dus dat valt op zich best wel mee hoe moeilijk het is om ook fishing dingen te krijgen. Wat de fuck is hij dan weer aan het doen? Training dummy. Soepel. Die is level 63 en gaat tegen training dummies slaan. Fly fishing rod. Dat is al wel je trilbeeld. Jee. Oké, dan gaan we gewoon mooi naar Trader Village en dan. Dan maak ik eerst gewoon een hoop vis en dan na die tijd dan kunnen we dat dan wel eventjes. Gaan koken bijvoorbeeld. Nee, ik ga gewoon naar Barbarian Village. Daar heb je ook wel een bank bij Edgeville zitten. Ziet er niet naar uit dat je hier met dat soort shit kunt gebruiken.
bank zit hier en niet verderop, dan zit die flying fishing gebeuren. Misschien daar volgens mij, ja. Ja, hoppa. Sherpa's Delight. Oké. Volgens mij zit hier ook een vuurtje, dus daar kun je dan ook wel wat vis op koken. Dus dat moet wel goed komen, denk ik. Behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef een like, abonneer nou. Dan zie ik morgen weer. Later.